Nou, sinds onze voorjaars ALV hebben we een nieuw lid bij de KNAF. Dat is SRVN, Simrace Vereniging Nederland. De enige simrace vereniging in Nederland ook nog eens. We hebben het portal iedereenkanracen.nl dit jaar gelanceerd. Eigenlijk om mensen duidelijk te maken dat racen voor iedereen mogelijk is. Nou, simracen past daar echt perfect bij. Je kunt heel laag instappen, zeg maar, en vervolgens zo gek maken als je zelf wil. Wij zien virtueel racen ook als een echte tak van autosport. Je hebt er geen echte banden en benzine voor nodig, maar het heeft hetzelfde competitie-element in zich, zoals autosport op het circuit dat heeft. Ik verwacht een nieuwe tak van autosport die zeer snel zal groeien. En we zien ook dat de FIA interesse heeft in virtueel racen. Dus mondiaal gaat virtueel racen echt enorme stappen maken de komende jaren. En wij zijn er trots op dat wij met de SRVN een eerste lid daarin hebben. Het heeft alles in zich om heel groot te worden in Nederland. Nou, simracen binnen de KNAF. Dat vraagt eigenlijk wat we aan vrijwel iedere coureur vragen. Dat is dat je een licentie zult moeten hebben. In dit geval een virtuele. Daar heb je dan geen medische keuring voor nodig. Maar wel moet je echt aantoonbaar maken dat je gewoon kunt racen. Dat doe je door middel van een licentierun. Dat is vrijwel op iedere dinsdagavond voor een NK-race. Kun jij aantonen dat jij licentiewaardig bent. Vervolgens moet je, net zoals iedereen op het circuit, moet je ook je theorie-examen halen. Dus even aantonen dat je de spelregels van het virtueel racen kent. En dan staat eigenlijk niets in de weg om een poging te doen om Nederlands kampioen te worden.